Ik denk dat deze straat ook nog steeds wel mooier kan. Ik denk dat er wel wat behoefte is aan kunst in deze straat. Ja, deze laat een losplek weghalen. Er staan de hele dag vrachtwagens. Niemand kan hier doorheen. Ik zou maatregelen nemen om in ieder geval oversteken hier veiliger te maken. Ideeën genoeg dus. Winkelstraatmanager Nel de Jager heeft al voorgesteld om de 50.000 euro te gebruiken voor handhaving vanwege alle fout geparkeerde fietsen in de straat. Maar het stadsdeel heeft dit idee afgekeurd omdat het te duur is. De Jager is nu bang dat er een beslissing komt waar de straat helemaal niks aan heeft. Als ingrijpende, want het zijn ingrijpende besluiten en beslissingen, als je die wil nemen, dan moet je dat heel zorgvuldig doen. En dat vereist een goede analyse en die ontbreekt op dit moment. Maar volgens stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje komt die analyse wel. De buurt wordt eerst door middel van een peiling gevraagd wat er aangepakt kan worden in de straat. Al die ideeën worden gewikt en gewogen. En uiteindelijk is het een democratisch orgaan die een beslissing moet nemen. En sommige mensen zullen er niet mee tevreden zijn, anderen wel. Dat heb je in een stad en zeker in zo'n Haarlemmerbuurt waar zoveel tegengestelde belangen zijn. Wat zou u tegen Boudewijn Oranje willen zeggen? Goed overdenken, niet zomaar besluiten, niet over één nacht ijs. En ook niet denken van nou het moet dan dit jaar, hou dat geld dan in je zak. En laten we gewoon met elkaar opnieuw rond de tafel zitten. Met die vraagstelling, wat zouden we kunnen doen met 50.000 euro? Deelname aan de buurtpeiling is tot en met 1 oktober mogelijk.